Daar heb je dus de entree met de incheckbalie. Ja. En dit worden dus de flexwerkplekken. En hier komt een extra zaal voor verhuur, ja, heel breed. Dus het kan van een productpresentatie zijn, een zaaltje voor een bedrijfsfeest. Ja, het kan alle kanten op gaan, wat wij dus met horeca moeten ondersteunen. Hier. Toen net hebben we gezien, zijn ze van boven aan het sluipen en dat gat dat komt dit keer. Je ziet het al, zie je? Hier zie je precies waar dat gat komt. Dus hier komt dan straks, want de trap gaan ze niet opleveren, de uiteindelijke trap. Die gaan we zelf bouwen. Dus we wachten nu erop dat ze dit gat af hebben gemaakt. Want zonder dit gat kunnen ze dus niet de rest slopen. Eigenlijk had dit allemaal al gesloopt moeten zijn voor de 31ste. Maar ze hebben hun deadlines niet gehaald en toen konden ze op een gegeven moment het puingat niet meer gebruiken. Waardoor die karretjes in en uit werden getakeld. Dus nu wachten ze op dit gat. Zodat dus nou ja, die wagentjes van hun, die sloopwagentjes, weer terug naar beneden kunnen. En dan gaan ze dit slopen als laatste. Zodat hier dus een nieuwe toiletgroep opgeleverd kan worden.